Jullie hebben schilderijen herkend bij de namen die jullie gehoord hebben, die straatnamen en de schilders enzovoorts. Dat is een schilderij. Nou, die zonnestralen die door die wolken komen, dat is natuurlijk ook heel levendig. En dan is zo'n schilderij, het is natuurlijk 's avonds laat. Hè? Dan is er al niet meer veel kleur buiten. Dan kan het zo geheimzinnig worden. En dan is dat toch een heel stil schilderij. Maar die zon, die wordt echt helemaal opgehelderd door twee schilderijen. Die twee daarop te hangen. Dit is ook Conno, ook iemand van de Bergense school. En weten jullie welke kleuren er veel gebruikt werden? Bruin. Door de bruin, dat zie je daar, ja. 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 Ja, dus echt de okerkleurige. En daarom zeggen ze wel eens, de Bergense school is zo donker. Conno, dan zeggen ze, oh, die is zo donker. Maar in zijn schilderij zie je altijd licht. Want zie je dat? Dan doet hij alleen maar een beetje wit hier. En hier zie je dus ook, hier zie je ook wat wit. Dus er is altijd wel wat licht in zijn schilderij. Vinden jullie het mooi? Ja. Maar hoe kan het nou dat dit schilderij glans? Oh, die vernis. Ja, vernis. En waarom gebruiken ze vernis? Om mooi uit te stralen. En dan blijft het ook lang door. Ja, weet je, ook om het te beschermen. Het is een lak. Ja, het is een lak. Het is een soort lak. En weet je, de een gebruikt meer dan de ander. En daarom is het ook vaak heel moeilijk om te fotograferen. Want als je hier nou een foto van gaat maken, wat gebeurt er dan? Dan straalt het licht. Ja, weet je, dan is het, dat is zo moeilijk, want dat weerkaatst dan. Want kijk, dat schilderij en dat schilderij, dat is wel een verschil, hè? Van wie is dat? Van Gerrit van Bladeren. Van Bladeren, hè? Ja. Maar als jullie zo kijken, dan zien jullie dat die kunstenaars heel veel in de natuur hebben geschilderd. Nou, hoe kom je eigenlijk aan de schilderijen? Hoe komen wij aan deze schilderijen? Verzamelaars. Je kan je voorstellen dat er mensen zijn die verzamelen schilderijen van de Bergense school. Soms maakt een schilder een heel mooi schilderij en wil hij dat natuurlijk graag verkopen om geld te verdienen. Maar soms was het helemaal niet zo in die stijl. En waren er geen mensen die het wilden kopen. Of die zeiden, ik wil het wel voor je kopen, voor 25 gulden bijvoorbeeld. Ik weet ook van schilders die in Bergen kwamen, eigenlijk geld hadden om in een hotelletje te blijven slapen. Of in een pension, vroeger was dat niet echt een hotel, maar had je een pensionnetje. En dan zeiden ze tegen de man van het pension, ik wil hier graag een maand logeren. En ik heb geen geld, maar dan krijgt u van mij een schilderij. En dan werkten ze aan een schilderij en dan gaven ze daarna dat schilderij aan de pensionhouder. En dat was dan een soort betaling. En dan dacht die pensionhouder, als hij het mooi vond, hing hij het op. En als hij het niet mooi vond, nou, dan zette hij het op zolder. En kennen jullie het huis met de pilaren? Ja. Nou, daar zaten ze lekker in de kroeg te drinken. Maar dan hadden ze ook geen geld en dan gaven ze een schilderij. Dus als je daar naar binnen loopt, dan zie je nog de schilderijen uit de periode van die schilders, want ze hadden heel weinig geld toen. En soms komt de stroming van de Bergense school, wordt weer helemaal in. Dan zeggen de mensen, oh maar zeg, dat is interessant, daar heb ik geld voor over. Vooral als het in het museum heeft gehangen. Vooral als het in het museum heeft gehangen. En dan worden die schilderijen heel veel waard. Maar de schilder heeft er misschien helemaal niet zo heel veel voor gekregen ooit. Ja, want er zijn echt nu al schilderijen van 30 miljoen. Maar het is ook zo. Schilders die dachten van, oh schilder, dat leuk, daar ga ik rijk van worden. Maar schilders die zouden eigenlijk pas rijk worden na hun dood. Toen werden ze de schilderij pas beroemd. Nou, noem eens een paar schilders bijvoorbeeld. Wie is schilder? Vincent van Gogh. Ja. Die verkocht ook nooit wat, tenminste. De mensen vonden het heel raar wat hij maakte. Maar Rembrandt heeft bijvoorbeeld ook hele rijke tijden gehad. Dus die heeft ook wel verdiend aan zijn schilderijen en is daar ook rijk van geworden. Maar als het dan daarna weer uit was, omdat er een nieuw soort schilderkunst kwam, dat heeft niks. En in die tijd dat dit geschilderd werd, hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar die wolken met die zon er doorheen, de mensen vonden het in die tijd afschuwelijk.
En wij zeggen nu, oh wat mooi die kleuren, wat dacht je van Jaap Min? Dan zeiden ze, ja maar zo ziet het bos er toch niet uit. Kijk, en nu vinden we dat allemaal mooi, maar toen, toen die schilderijen net geschilderd waren, toen vonden de mensen het helemaal niet mooi, vonden ze het raar. Want ze waren hele andere schilderijen gewend. Heel realistisch, hè? Dat je echt kon zien, oh dat is het oude Hof. Je herkende dat. Maar als mensen het niet meer herkenden, dan vinden ze het ook niet meer mooi. Graat van Rogge, die was eigenlijk voor de Bergense school. En die heeft prachtige schilderijen met duinen gemaakt. Die was dol op de duinen, die ging ook altijd buiten schilderen. Maar hij maakte ook houtsneden. En dat is natuurlijk ook heel apart. Dit is Jaap Weijand. En dat zijn ook allemaal portretten die Jaap Weijand geschilderd heeft van de familie Hemelrijk. Dus dat is die rector van het gymnasium, daar hangt hij. Dat is ook van Jaap Weijand. En dat is de familie, zijn vrouw en zijn kinderen. Wat Harry Kruijtje ook veel deed, en dat deden ze eigenlijk nooit, de schilders, op het strand schilderen. Wij gaan nu allemaal naar het strand, maar in die tijd gingen maar weinig mensen naar het strand. En waarop schilderde hij op het strand? Om extra geld te verdienen. Sommige mensen vonden dat heel leuk, die strandgezichtjes. En dit is ook op het strand, daar hadden ze allemaal van die huisjes op wielen en daar kon je in verkleden. Waarom heet dit glas in lood? Wie weet dat? Ja, vertel maar. Nee, je weet niet hoe het is. Nou, dat ijzer, dat is van lood. Dat is lood, ja. 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 En dit is glas van kleur. Ja. Ja. En waarom gebruiken ze dan lood? Waarom niet één stuk? Je kan toch ook een stuk glas nemen? Ja, en weet je, het zijn allemaal kleine stukjes die hij geschilderd heeft. En dat moet natuurlijk bij elkaar gehouden worden en dan gebruik je dat lood. En dit raam is eigenlijk achterstevoren, want kijk maar naar de handtekening. Om te laten zien, want aan de achterkant is het glad. En aan deze kant, hè, daar is dat lood aangebracht. En Mathieu Wiegman, die was katholiek. En hij heeft een heleboel Bijbelse voorstellingen gemaakt, ook in zijn schilderijen. Hij heeft ook veel in kerken glas in lood gemaakt. Weet je waar deze schilders eigenlijk altijd begonnen? Ze gingen naar het Rijksmuseum en dan gingen ze tekenen, tekenen, tekenen. Weet je, om die techniek onder de knieën te krijgen. Dus ze hebben een ondergrond. Hè? En ze doen het natuurlijk met hart en ziel, want ze wilden schilder zijn. Dat is natuurlijk ook het grote verschil met iemand die zo af en toe maar wat schildert.